Je vertoeft al een hele tijd onder Vlamingen. Ik kan me wel voorstellen dat je ondertussen al een woordje Vlaams geleerd hebt. Ja, ja, ja. Uh, hoesting. Maar het is ook dat ik dingen overneem. Zoals eerder zei ik nooit. Uh, ah ja. En ik heb dan nu als iemand iets aan me vraagt, dan zeg ik ah ja. En dan denk ik, nou, nah, dat is helemaal niet wat ik normaal zou zeggen. Maar gewoon, en ook in. Uh, ik zing een stukje op de bootcamp van Mama C. En dan zing ik echt. Wie doet er mee? En dan denk ik, nou. Nah, dat is, dat is totaal niet hoe ik het zou doen. En ik vind het ook niet erg. Maar ik wil niet dat het overkomt van. Maar die gaat nu Belgisch proberen. Te, dat is het niet. Ik neem het gewoon zo snel over. Dus uh, ja, dat merk je wel. Dat ik met, met, met Vlamingen ben. Ja, dat is zoals Kurt Orgiers die ook een beetje Nederlands begint te praten. als hij onder Nederlanders ja. is. Ja, ja klopt. <laughs> Stel dat jij Klaasje niet gaat vervangen. Ja. Wie is dan jouw favoriete kandidaat om het wel te doen? Ik vind dat echt heel. Heel, heel lastig. Want iedereen heeft nu in de show iets wat hem speciaal maakt. En ik denk dat iedereen het even goed zou doen. Dus ik heb daar nog niet echt een mening in. Ik heb net wel ook gezegd: ik vind Amy ook heel goed. En zij is nu zoveel aan het groeien. Maar los daarvan, ik vind iedereen eigenlijk uh, heel goed. Iedereen verdient het om daar te staan. Want we zijn nu al met 12. Dus. En stel dat het inderdaad toch niet wordt, welke artiest mag jou meteen bellen om een samenwerking op poten te zetten? Hmm, dat weet ik niet. Rolf Sanchez, vind ik leuk. Of, uh, of Suzanne en Freek, of Maan, vind ik ook super tof. Of uh, ja, haar, ja, alles. Iets met acteren zou ik ook heel leuk vinden om te doen. Dus, uh, ja. Wat is jouw favoriete Katerie-nummer trouwens? Leven de Cowboy. Uh, ja, ik, zoals je misschien al eerder hebt kunnen zien, ik vind Cowboylazen heel leuk. En het is gewoon zo'n lekker vrolijk nummer. Uh, dus dat is denk ik wel mijn lievelingsnummer. Stel dat het inderdaad wel wordt dat jij Klaasje mag opvolgen. Wat is het liefste wat je eerst zou doen? Een tv-programma samen maken? Een film opnemen of toch een musical? Hmm, dan zou ik zeggen: film omdat ik dat acteren zo leuk vind. En ook die speelstijl uh, voor, om voor kinderen te spelen dat acteren. Ik zou toch wel heel graag een film op willen nemen. Lijkt me echt heel tof.